Als de lente langzaam ontwaakt uit de winterslaap en de vogels, bloemen en planten weer uit hun schulp kruipen, dan is de tijd aangebroken om dit prachtige seizoen te verwelkomen. In afwachting van al het moois dat ons te wachten staat, kunnen we zelf reeds aan de slag met het maken, ophangen en onderhouden van nestkastjes. Welkom bij een nieuwe aflevering van Natuurlijk. Een vogelhuisje ophangen doe je niet elke dag. Je vraagt je daarom waarschijnlijk af wat de beste plek is. Welke geschikt zijn voor de mus, mees of spreeuw. En hoe en wanneer je eigenlijk een vogelhuisje het beste kan ophangen. Ook al doe je nog zo je best om vogels te trekken naar je balkon of tuin, er is geen garantie dat ze ook blijven logeren in je vogelhuisje. En er is niks zo triest als een leeg nestkastje in de lente. Met de tips uit deze uitzending voorkom je beginnersfouten en zorg je ervoor dat een vogelfamilie jouw vogelhuisje in de lente betrekt. Alles begint met een geschikt vogelhuisje. Een hip design vogelhuisje in felle kleuren oogt leuk, maar je zult er waarschijnlijk geen broedend mezenpaar mee trekken. Felle kleuren vallen op bij katten en andere roofdieren en is dus sterk af te raden. Neutrale kleuren zoals groen, grijs, bruin of houtkleur zijn een betere keuze. De houten plankjes waarvan het vogelhuisje is gemaakt moeten minimaal 1,5 centimeter dik zijn. Veel dikker of dunner geeft problemen, want dan wordt het binnen te koud of te warm. Je moet ervoor zorgen dat het materiaal dat je gebruikt weliswaar geen water doorlaat, maar het moet toch ook ademen. Dus bijvoorbeeld beton triplex, dat is niet geschikt. Maak er een dakje op waar bovenop wat bitumen of iets anders ligt. En zorg ervoor dat het ook nog stevig genoeg is, zodat spechten en dergelijke het niet gelijk op kunnen hakken. Dat wil zeggen het gat, de doorsnede daarvan, is bepalend voor de vogel die erin komt. Zo'n 28 mm als je pimpelmeesje erin wil hebben. 32 als de koolmees moet worden. En de rest dat hakt het gewoon groter als het de kans krijgt. Dus daar moet je rekening mee houden. Nestkastjes zijn kant en klaar of als bouwpakket te koop. Maar je kunt een vogelhuisje ook zelf maken. Leuk om samen met de kinderen te doen. Zaag een plank van multiplex of vurenhout van 18 mm dik, 141 cm lang en 15 cm breed volgens de tekening in stukken. Timmer de onderdelen aan elkaar. Om de kas schoon te kunnen maken moet het dak afneembaar zijn. Vogels die van nature in holen broeden gebruiken nestkastjes. De grootte van het gaatje bepaalt welke vogel erin kan. Een koolmees bijvoorbeeld broedt in een nestkastje waarvan de opening niet groter is dan 32 mm. Maar het nestkastje van de spreeuw moet minimaal 45 mm zijn. Bedenk dus van tevoren goed voor welke vogel jij een nestkastje bouwt. De beste plek om een nestkast op te hangen is op het oosten gericht. De regen mag er namelijk niet direct inslaan. Nou, noordoosten, zuidoosten, ook prima. Zit er een afdakje boven, laten we zeggen een overstek van pakweg een halve meter of zo, dan maakt dat helemaal niets meer uit. Dan kan hij ook gerust op het westen gericht zijn. Nou, waar je verder rekening mee moet houden is de hoogte. 1,50 meter tot 2 meter, dat is een goede hoogte voor de meeste vogelsoorten. Er zijn er enkele die graag een iets lager hebben.
Denk bijvoorbeeld aan een hegemus en een rood borstje. Er zijn enkele die willen hem graag wat hoger hebben hangen. Verder wordt er heel graag een stokje in het nestkastje gemaakt. Zo, hier op deze hoogte. Hè. Het ziet er erg leuk uit. En als ik met kinderen nestkastjes maak, doe ik het ook. Maar eigenlijk liever niet. Eksters, kraaien en dergelijke landen daar graag op. En dat is dé manier om dan met snavel te proberen zo een of meer van die jonge vogeltjes te pakken te krijgen. Verder moet je erop letten als je zo'n nestkastje gaat ophangen dat je het in ieder geval de binnenkant niet geverfd hebt. Het is mooi om het aan de buitenkant te kleuren, dat is hier ook gebeurd. Het wordt ook wat duurzamer, maar de binnenkant is dat niet goed. Het laat te weinig vocht door. Het zorgt ervoor dat de vochthuishouding in het kastje niet goed is. Dus niet doen. Ook wordt het glad. Bepaalde vogels die moeten toch even met hun pootjes dat vast kunnen pakken om naar die opening te kunnen klimmen. En dat lukt je allemaal niet meer als de binnen- en buitenkant zo mooi beschilderd is. Elke vogel heeft andere wensen. Wil je specifiek een bepaald soort vogel trekken? Zorg dan dat je zo goed mogelijk aan hun wensen voldoet. Hang de nestkastjes voor mussen bijvoorbeeld tegen een gebouw en altijd hoger dan 2 meter boven de grond. Mussen broeden graag samen en een grote mussennestkas met meerdere compartimenten is daarom een goed idee. Zorg bij een grote kast voor 2 invlieggaten. Ook koolmezen zitten liever niet te dicht bij de grond. Zorg dat de mezenkast op 2 à 3 meter hoog hangt. Hang je 2 vogelhuisjes voor koolmezen op, hang ze dan minimaal 10 tot 15 meter uit elkaar. Traditioneel broeden spreeuwen onder dakpannen, maar bij nieuwbouwhuizen lukt dat meestal niet. Spreeuwen hebben niks tegen houten huisjes, maar bekender is de spreeuwenpot. Er zijn mooie spreeuwenpotten van aardewerk die je tegen de gevel kunt hangen. Roodborstjes daarentegen houden van veel privacy. Hang een huisje daarom bij voorkeur op in dichte begroeiing van een heg of muurklimmer, zoals klimop, op circa 1,5 meter hoog of onder een dakrand. Ja, in mei leggen alle vogeltjes een ei, hè, wordt er gezegd. Maar dat klopt niet helemaal. We maken ook bijvoorbeeld grote kasten voor uilen. En de broedtijd van die uilen die begint al in februari. Nee, nog eerder zelfs. In februari kunnen de eerste jongen er al zijn. En als het voorjaar lang koud is, dan beginnen de dieren wat langer te broeden, wat later te broeden en wat langer dan gewoonlijk. Is het voorjaar erg warm, dan wil dat best wel meevallen, broeden ze wat eerder. Nou, globaal zou je kunnen zeggen, de meeste vogels die broeden zo ergens in april. Ja, dus in mei legt elk vogeltje een ei, is eigenlijk overdreven, dan zijn de meeste jonge vogeltjes dan. Het kan soms al helpen om in de winter wat te voeren. Als de omgeving aantrekkelijk gemaakt is in de winter, dan blijven die vogels vaak hangen. Gaan ze in die omgeving hun nesten zoeken. En af en toe zie ik zelfs ergens een advies staan. Nou, als je ze nou erg graag in het nestkastje hebt, zet dan aan het begin van de tijd dat de territoria gemaakt worden, schoteltje met meelwormen neer. De dieren komen er toch op af, ze zullen er toch van eten. En ja, het geeft ze het idee, dit is een veilige en goede omgeving. De koolmees broedt vanaf eind april en heeft 1 of 2 legsels per jaar, met elk 8 tot 13 eieren. Het nest wordt door het vrouwtje gemaakt en bestaat uit plantaardige materialen zoals grassen, mos, dierenhaar en veertjes. Het vrouwtje begint met broeden als 8 tot 10 eieren zijn gelegd. De broeduur duurt ongeveer 13 tot 15 dagen. Jongen zitten 18 tot 21 dagen op het nest en worden na het uitvliegen nog 2 tot 3 weken bijgevoerd door de ouders.